De Airbus A340-300 is vanmorgen voor technisch onderhoud vertrokken naar Brussel, België. Het gaat om de reguliere A-check, wat zoveel inhoudt als een kleine technische onderhoudsinspectie, laat de SLM weten in een persbericht. In het verlengde hiervan zegt minister Albert Chubutana van Transport, Communicatie en Toerisme dat de Airbus binnen 2 weken weer in Suriname zal zijn voor inzet op de Mid-Atlantische route. SLM heeft in haar planning dat die Airbus die moet gaan naar een voor de EASA-certificering. Die is zo wat rond, maar ook de check voordat die passagiers gaat vervoeren. Die check gaat dus plaatsvinden in België komende dagen. Na het technisch onderhoud zal de Airbus in Amsterdam worden gepositioneerd, waar het zal wachten op het afronden van het EASA-TCO-approval-proces. Voor wat betreft de bouw van de diepzeehaven te Nikeri, zegt minister Chubutana dat deze goed verloopt. De presentatie, laat me dat zo zeggen, bij de komende Oil and Gas Summit ligt het in de planning dat haven Rotterdam die belast is met dat design, het ontwerp, dat de presentatie zal plaatsvinden met betrekking tot hoe die haven eruit zal zien. Ik wil voor de rest denk ik zeker ook verwijzen dat u dat op de voet volgt tijdens de summit. Ik dacht vanaf 19 tot en met 22 deze maand. Dan zal ook havenbeheer in samenwerking met Phoenix Development Company veel meer gaan presenteren en aan het publiek brengen, zodat we ook breedvoerig geïnformeerd worden wat de stand van zaken is. Er zal na een presentatie veel meer bekend worden over de manier waarop de operationalisering van de diepzeehaven zal lopen, besluit Chubutana.